Zo, vandaag gaan wij de Remea Avanta Ace 28C uitpakken. Dit is de nieuwe type Remea Avanta. En ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. De Remea Avanta, de normale Avanta, heb ik jarenlang veel plezier van gehad. Was een goede ketel. Had bepaalde kuren. Maar voor de rest was die op zich een hele goede ketel. We gaan even kijken wat we erbij krijgen. Je krijgt weer een flexibele slangetje erbij. Die je gebruikt voor de sifon waarschijnlijk. En je krijgt wat knelkoppelingen. En die is natuurlijk ook bekend van de oude Remea Avanta. Daar kreeg je ook altijd bij. De rookgasafvoer ziet er nu iets anders uit. Ja, het ziet er ook goed uit. En je kan hem zo, waarschijnlijk kan je hem zo plaatsen. En zo plaatsen. Ja. Dus op zich is dat handig. Hè? Dus je kan de luchttoevoer kan je zowel links als rechts aansluiten. En dat is natuurlijk super handig. Wat krijgen we nog meer erbij? Bevestigingen. Ja. Dat is goed. En wat schroefjes. En die zijn om. Ja, dit is voor de adapter is dit. Ik weet niet of dit even kijken. Ja, dit is voor de. Het lijkt of dit voor de adapter is als je overgaat naar Concentrisch. Maar dat gaan we zo even bekijken. En natuurlijk de beschrijving met de garantie. Even kijken. Hop. Nou, dat ziet er gewoon goed uit. Het is een A, gele A, warm water XL. En hij is 24 kilowatt, 50 dB. Op zich valt hij mee. Volgens mij is hij iets luider dan de normale Remea Avanta. Laat het even weten als dat niet zo is. Maar volgens mij was hij iets lager. Maar ik kan het mis hebben. Wat hebben we nog meer? Dit zit voor een boekje. NL. Pakketkaart. Water. Ja, oké. Okay. Nee, okay. Zal wel. Ik geloof het wel. Dan zit er ook nog een sticker bij. Ja, dus wat voor gas, soort gas je gebruikt en dergelijke. Dat is fijn altijd. En de gebruikershandleiding en de installateurshandleiding. En dit is eigenlijk voor de installateurs het allerbelangrijkste. En voor de eindgebruiker is dit natuurlijk heel goed. Ik zal dit altijd heel goed lezen. Als je dit leest en dit leest, dan weet je als eindgebruiker meer dan de gemiddelde installateur over jouw ketel. En ik weet wat ik zeg. Wat krijgen we nog meer daarbij? Oh, dat is wel anders, hè? We krijgen nu echt een beugel. En dat is op zich wel handig. Hè, bij de Remea Avanta had je dus twee van die lipjes waar je mee ophangde. En nu is dit anders. Oké. Oké, jongens, waar jullie even moeten opletten. Dit moet je weghalen. Dit is voor transport en heeft ook nog een andere functie. Hiermee kun je dus je sifon vullen met water. Dus kun je gewoon hier met een flesje of een slangetje vul je zo je sifon. Doe dit wel nadat je de condensafvoer hebt aangesloten. Super handig. En hiermee haal je hem zo weg. En dit gaat er zo op. Super handig. En wat dus dit handig maakt. Je kan hem ook zo plaatsen. Zie je? Super handig. Je kan je rookgas zowel links en rechts plaatsen. Of je luchttoevoerkees zowel links en rechts plaatsen. En dat is natuurlijk gewoon super handig. Even kijken of we er nog meer erbij krijgen. Installateurs, let even goed op. Deze checklist moet je zeker nalopen, afvinken en aan je klant geven. Dit is jouw bewijs dat je de ketel goed hebt gecontroleerd. Dus dit altijd goed invullen na het installeren. Als je dit hebt gedaan, heb je je werk afgerond. Wat hebben we nog meer? De garantiekaart natuurlijk, jongens. Je kan hem zowel via de app registreren, maar je kan hem ook gewoon opsturen. Maar de app is natuurlijk gewoon veel eenvoudiger. En vergeet dit niet, want dit is voor de garanties, jongens. Maar voor de rest vind je natuurlijk hier jouw type plaatje, hè? En dat is natuurlijk altijd handig. En hier is ook nog het verhaal van het transport roostertje. Ik weet niet wat de exacte naam daarvan is, maar dat leren we wel door de tijd heen. Oké, dan gaan we even kijken hoe die keten aan de binnenkant eruit ziet. Altijd leuk. En deze folie zou ik pas weghalen als je helemaal klaar bent. Dan blijft de keten lekker vlekkenvrij en ook krassenvrij. Nou, dit is open. Zo. Nou, dat ziet er wel heel anders uit dan de normale Avanta. We hebben hier meer ruimte. En als je ziet aan de zijkant is hier best wel veel ruimte.
En dit is voor bepaalde markten, zoals bijvoorbeeld België of Engeland, is er een mogelijkheid om hier een expansievat te plaatsen. En dat is natuurlijk super handig. Je kan het in Nederland kan je het volgens mij ook gewoon gebruiken, maar wij zijn natuurlijk hier gewend de expansievat. Wat valt mij hier op is dat de ventilator anders is. Hè, deze luchtventuring, dat die tussen wat kleiner is. Hè. En wat mij ook nog opvalt is dat de kijkglas weg is. Vind ik wel jammer, maar het heeft wel een reden. Dat heeft Remea gewoon gedaan om de kosten te drukken. Vind ik wel jammer. Ze hadden hem ook gewoon kunnen plaatsen en lekker gewoon de kosten voor zichzelf te nemen. Dat vind ik jammer. Wat valt mij nog meer op? Kom eens wat dichterbij, Abdoe. Het valt mij op dat de gasblok anders is. Het valt mij op dat de gasblok heel anders is. Die is wat kleiner. De sifon ziet er ook heel anders uit. Op zich wel handig. En dit is wat steviger geworden. De bougie-aansluiting. Ziet er goed uit. En die is hier ingeklikt. Waar je even moet opletten, jongens. Oh, het is een beetje vet hier. Ik weet niet wat dit is. Nou, een beetje gek. Oké. Waar jullie even moeten opletten, jongens. Wat heel vaak gebeurt met de Remea Avanta, de nieuwe, is dat deze tijdens het installatie eraf geklikt wordt. Hè? Dus dat hij per ongeluk eraf gaat. En dan wil je keten niet meer starten. Dan krijg je dus een bepaalde gasstoring of een ontstekingsstoring. En heel veel monteurs die blijven zoeken. En vaak legt het hier aan. En dan moet je hem even goed inklikken. Dat is een kleine tip van mij. En zo klinkt. Voor de rest ziet het er hartstikke goed uit. Wat mij eerst opvalt is dat deze keten groter is dan de Remea Avanta. De afmeting is wat groter. Maar uiteindelijk de installatiemaat is bijna hetzelfde. En wat bedoel ik daarmee? Je ziet dus hier dus een kleine inkeping. Dus jouw koppelingen die vallen naar achteren of naar boven toe. En daardoor lijkt je keten of die langer is. Hè? Maar eigenlijk is die bijna hetzelfde. Helaas moet je wel wat aanpassingen treffen als je dus een Remea Avanta gaat omwisselen. Maar op zich vind ik het wel fijn dat ze de ketel een stuk groter hebben gemaakt. Je hebt nu eenmaal veel meer ruimte bij storingen. Dat je dus overal kan je heel makkelijk bij. En dit is gewoon geweldig dat ze dat zo hebben gedaan. Voor de rest vind ik dat deze ketel zich moet bewijzen. Hij is nog vrij nieuw. Het is een verbetering van de Remea Avanta. Alleen ik vind dus een ketel moet in het begin altijd zich bewijzen. En deze eerste ketels zijn nou eenmaal de proefkonijnen onder de Remea Avantas. Over een jaartje ga ik een video maken en dan gaan we kijken wat er nou tegenvalt en wat er nou verbeterd moet worden. Maar voor de rest vind ik deze ketel best wel goed. En ik moet je eerlijk zeggen, we hebben hier al heel veel ketels van geplaatst. Tot nu toe hebben we echt geen enkel probleem gehad. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Alleen ja, je weet niet wat zo'n keten doet over 3, 4 jaar. Jongens, vind je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En willen jullie nog meer van zulke video's zien over ketels? Laat het weten en ik ga daar echt rekening mee houden. En voor de rest, er komen heel veel video's aan. Ik ben eventjes eruit geweest. Dat heeft een reden. Daar kom ik ook even met een video over uit. En dan vertel ik ook wat er is gebeurd. Maar gelukkig, ik ben weer terug. En we gaan er weer tegenaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.